Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik dacht, ik geef jullie even een update over de comickasten. Ik heb namelijk laatst uh, nog een twee Billies bijgekocht voor de Europese strips. En ik heb weer wat Europese meuk weggedaan. En daardoor kon ik de kasten opnieuw indelen en heb ik extra ruimte voor de toekomst. En dat laat ik je even zien. Dit is het staatje van Spider-Man. Dit zijn de meest recente comics van Spider-Man, zo'n beetje. En uh, daar zijn de andere twee kasten met Spider-Man-comics. Die laat ik je wel een andere keer zien. Uh, en hier begint de A. Zo'n beetje van het alfabet. Want het begint natuurlijk bij mij voor Spider-Man. Met Spider-Man, want dat is het allerbelangrijkste wat ik heb in huis. En hier hebben we Avengers. Uh, dus dat is ook een A natuurlijk. Hier gaan de Avengers door. Dus ik hou rekening met het feit dat hier wat nog bij kan komen voor de toekomst. En dit staat eigenlijk gewoon even snel opgesteld van ik had de ruimte over eventjes. Hier beginnen we met de B van Batman. En dat zijn er aardig wat. Dit is vooral Nederlands spul van Balderkijn. En hier begint wat Amerikaans gaat het verder. Ik probeer het een beetje op chronologische volgorde te houden. Dat het uit is gekomen, dat geldt eigenlijk voor alle series, maar dat lukt niet altijd. Zeker bij Spider-Man is dat lastig. Maar dat heb ik al, daar heb ik al een keer een vlog over gemaakt. En hier hebben we dan de meest recente Batman met Batman 89, die ik dit weekend heb uitgelezen. Ik was niet ontevreden lezer, maar ik vond wel bepaalde elementen vond ik wel jammer uit Batman 89. Superman 78 vond ik eigenlijk leuker. Maar dat even te zijden. Hier hebben we wat boeken over de Batman. Wederom weer zie je veel wit op de plank, omdat ik denk dat Batman, ja, omdat het mijn 1 na favoriete superheld is, nog zeker gaat groeien in de toekomst dus daar moet je dan gewoon echt rekening mee houden en hier gaan we dan door met Brew Baker, Ed Brew Baker en Sean Phillips die krijgen dus ook een eigen deel van de plank de Criminal onder andere en de Fade Out Pulp vond ik goed Bad Weekend nou ik vind echt um, Brew Baker een goede schrijver dus die ga ik zeker nog meer van aanschaffen <coughs> sorry dus die gaan we zeker in de toekomst nog uh, ja, uitbreiden. Buffy the Vampire Slayer. Nou, daar heb ik het eerste seizoen van gekocht. Het seizoen 8 heet het officieel. Vond ik wel aardig. Komt waarschijnlijk niks nieuws bij. Beste van Claremont. Hier beginnen we met de day van Daredevil. De man zonder vrees. Of de man zonder angst. Komt niet zo heel veel meer bij bij Daredevil, denk ik. Ja, goed. Ik zal je niet alles laten zien. Hier hebben we Doctor Strange. Dit vond ik wel leuk. Ex-Macina kom nog één, ja, er is eigenlijk nog één dikke trade om die bus, wat is het uh, die beschikbaar is. Ik weet nog niet of ik die ooit ga kopen. Fantastic voor. Je ziet in het Nederlands en Amerikaans zit het een beetje door elkaar van de John Byrne run. Ik heb het in het Nederlands ook niet helemaal compleet. Is ook niet erg, vind ik. Het hoeft niet allemaal compleet uh, wat mij betreft. Hier hebben we Hellboy en dan de Haag van de Hulk begint daar en hier hebben we nog meer. Hulkie, nou ja. Dit is zo'n beetje het eerste gedeelte van het alfabet. En uh, hier staat de hulk ook. En hier hebben we derde level. Ik vond het wel weer leuk om hiermee bezig te zijn. En uh, ja, sommige dingen staan een beetje knullig, want je moet die boeken ook recht houden. Dus ik heb het maar even zo gedaan. Soms gebruik ik daar haken voor om ze een beetje recht te houden. Maar het is, uh, het is een uitdaging, jongens. En ik weet niet zeker of het helemaal klopt zo. Dan daar moeten we nog eventjes naar gaan, uh, gaan kijken. Hier zijn we aan de andere kant. Dit zijn de andere kasten en daar zie je dus de nieuwe, twee nieuwe Billy's. En dan gaan we verder met de uh, Invisibles van Grant Morrison. Ook een hele goede serie en de Filth ook van Grant Morrison. Ik heb een tijdje, een, een tijdje echt was ik heel erg geïnteresseerd in Grant Morrison's schrijfsels. En verhalen. Ik dacht, oké, okay, Invisibles ben ik toe gaan lezen. Vond ik heel goed. Ik heb ook ergens een boek staan over zijn werk. Uh, Iron Man plankje. Komt ook nog wel wat bij, want ik vind Iron Man een leuk personage. Maar als er wat bij komt, komt er vooral wat bij uit de jaren 70 en 80. Dat vind ik toch... Ja, jaren 60, 70 en 80 is toch de gouden tijd van Marvel. Kick-Ass en and Lock and Key. Er zijn wat nieuwe delen van Lock and Key uitgekomen. Die komen er ook nog wel bij, denk ik. Hier hebben we Marvel, dingen met Marvel. Dus Marvel Age onder andere. En Marvel Special. En Marvel Superhelden en Marvel Strip. Dus hier begint Marvel Superhelden zo'n beetje. En gaat zo gezellig door hier. En dan hebben we hier Scott McCloud. Ook de M hebben we met Zot. Die moet ik nog steeds een keer lezen. Beeldhouder was een goed verhaal. Uh, Monster van Frankenstein is erg leuk leesvoer. En nerds houdt het dan ook eventjes recht hier. De jongens van de nerds. Terry Moore plankje. Nou, we willen altijd more Terry Moore. Dus er komt zeker nog wel wat bij. Strangers in Paradise vind ik een hele goede serie. En ook de vervolger daarop. Echo vond ik leuk. Monster Girl. Uh, Motor Girl is ook erg grappig. Even kijken of ze die... Die heeft een aap. Een grote gorilla als vriend. Nou, hartstikke lachen. Nocturnals. Episcore. En ook hier is dan weer een beetje ruimte voor groei. Punisher, onder andere. Ik ben alleen achter ze, van achter naar voren be begonnen. Want dat was de, de makkelijkste manier om het te doen. En ik merk dat ik niet zeker weet of. Um, nou ja, of in de, in de toekomst hier genoeg ruimte is gelaten. Maar ik heb. Aan de andere kant heb ik nog zoveel ruimte over. Dat komt er wel goed. Superman en Star Wars, onder andere. En dit is dan Spider-Girl en Spider-Woman. Zitten gezellig naast elkaar. Dat komt er van Spider-Woman nog bij? Nou, Ik hoop dat ik ooit. De Essential kan vinden, volume 1. Dan is dat compleet. Er is oorspronkelijke run van Spider-Woman. Erg leuk. Spawn. Nou, daar gaat nog wel wat bij komen, denk ik, in de toekomst. Ik heb opmerkelijk genoeg maar twee delen van Sin City. Kennelijk vond ik dat toch niet zo heel erg leuk. En de S van Smith. Kevin Smith. Nou, ja, Dogma. Chasing Dogma is een leuke strip. Die speelt zich af tussen. Uh, ja, dat, dat, tussen Chasing Amy en Dogma. Eigenlijk, ja, daarmee heb ook Jason Dogma. En ik heb ook mijn strip van Clerks. Ook grappig. Ik was vroeger groot Kevin Smith-fan. De laatste paar jaar vind ik de man wat minder. Maar toch ga ik Clerks 3 wel weer kijken. De W van What If onder andere. En and The Walking Dead. En hier hebben we dan Wolverine. Ook super cool. Met een heel leuk boek hier: Comics Creators on X-Men. Kan ik je van harte aanbevelen. Ik heb ook het boek. Over Spider-Man natuurlijk. Dat boek heb ik echt heel vaak gelezen. En ook gebruikt als een van de bronnen voor mijn boek. Mijn vriend Spider-Man. Maar dat zijn gewoon hartstikke leuke boeken. En dit met interviews. En, en dat soort dingen. Met interviews met de makers. Dus met de schrijvers en tekenaars. Een mooie Jim Lee tekening. En hier gaan we dan naar ja, de nieuwe Mutants. Komt misschien. Ja, daar heb ik nog een paar van. Die moeten er nog in. Ik moet sowieso naar Generation X. Kijk, dit is een schoonmaakdoekje. Ook niet onhandig. Om om te hebben. Generation X komt er wel wat van bij. Dit boek kan uiteindelijk weg, maar ik hou het dan ook de boel even tegen. Hier gaan we naar de X-Men, jongens. Hier komt zeker nog wel wat bij, maar dan, ja, dat kan wel hier en een beetje daar. En, maar er komt vooral niet Nederlands bij, maar wel nog wat Epics, hoop ik. Want ik ben wel fan van uh, X-Men. Uh, maar wel een bepaalde periode weer. Die van toen en van X-Men doet me helemaal niks. De huidige X-Men. Maar eigenlijk, als je praat over mij als verzamelaar, dit trouwens. De Nederlandse X-Men van Junior Press. En dit is ook wel tof. Dit zijn allemaal, deze boeken zijn allemaal gigantisch groot. Die moesten ook hier aan de onderkanten. Maar misschien behandel ik nog wel enkele boeken. Ik heb ook die Top McFarlane die ik bij Marvin zag. Heb ik meteen gekocht. Dit is een heel gaaf boek. Deze had Marvin ook bij Design. Marvel bij Design. Eh, niet Marvin bij Design, maar Marvel bij Design. Deze heb ik gekregen van mijn vriendin voor mijn verjaardag dit jaar. Echt super tof. Uh, Ger Apeldoorn in de jaren Pep. En het script van Batman. Het oorspronkelijke script van Batman. Daar heb ik een kopie van. Uh, Rebel Visions. gaat over de Underground strip uit de jaren 60 en 70 in de Verenigde Staten. En hier hebben we nog meer X-mannen. En ook Amerikaanse X-men van alles wat. En ook heel veel comics die ik nog niet eens heb gelezen. En dan komen we hier nou ja, bij de official handbook of the Marvel Universe. Dit staat eigenlijk hier om de bom, een beetje houden Why The Last Man. In ieder geval de drie edities die in Nederland zijn verschenen. Of misschien zijn er wel vier verschenen, maar ik heb er maar drie. Ik heb dat verhaal dus nooit afgelezen. Misschien dat ik het ooit wel ga doen. En hier heb ik natuurlijk ook ooit een vlog over gemaakt. Deze hele toffe boekjes van Taschen. Dat is erg leuk. En als we dan naar beneden gaan, dan begint hier... ...ja, de Europese strip gaat hier dan verder eigenlijk. Met, uh, tenminste, dit is nog een beetje bij elkaar geraapt, Maar dit is Backdurf. De B van Backdurf. Dus denk je, waar is dan de A? Nou ja, om het ingewikkeld te maken. A en deels van B staat dan weer daarboven. Ja, het is niet, het is niet helemaal een perfect systeem. Maar het is prima zo. Na nou, deze Europese strips heb ik je al vaker laten zien, er zijn er weer wat gesneuveld. Dus dat is mooi. Of gesneuveld, die zijn dus weggebracht naar de. Maar de slechte. Een deel wilde ze niet eens hebben. Kun je nagaan. Dat was niet best. Uh, en voor de rest. Nou ja, ik laat deze kast dan maar eventjes zien. More Terry Moore zou ik zeggen. Ik ben wel benieuwd of je dit soort vlogs leuk vindt. Zo kijken bij iemand in de kast. Er gaat dus nog een deel. Uh, gaat nu naar. Uh, die moeten nog in. Dat dus zijn deze comics die ik laatst bij Old School Toys heb gekocht. Die gaan nog allemaal bij de Spider-Man-kasten in. Dat duurt nog wel eventjes. Dan moet ik allemaal eventjes... Ik moet ze nog even leuk checken. En deze limited series ook even checken. En ik wil ze eigenlijk ook vooral ook heel erg lezen. Dus, uh, en dat ga ik dan de komende tijd gewoon lekker doen. En uh, het heeft niet echt heel veel haast, Want alles staat er nu. Er is weer ruimte voor nieuwe comics. Dus dat is heel erg tof. En uh, ik denk dat ik gewoon een tijdje... Minder ga kopen voorlopig. Want ik heb nu zoveel nog te lezen en door te nemen. Ik laat je eventjes deze kast nog even zien terwijl ik aan het kletsen ben. Ik heb nog zoveel door te nemen wat ik in de afgelopen maanden heb gekocht en of gekregen. Dus uh, misschien ga ik gewoon een tijdje niks kopen. Tenzij er dan net die 1 juni press op mijn pad komt die ik heel graag wil hebben. Maar het kan helemaal geen kwaad om een tijdje niet te kopen. Een soort stoptober. Zeg maar, in plaats van, want ik, ik ben toch al gestopt met roken. Ik heb namelijk nooit gerookt, behalve in de baarmoeder. Dus ik ga er misschien nog gewoon stoptober is stoppen van kopen met het kopen van strips ofzo. Nou, ik weet het ook niet. Misschien, in ieder geval minderen kan helemaal geen kwaad. Zeker niet omdat we een ja, koude winter tegemoet gaan. En ik heb nog heel veel te lezen. Dus dat eventjes. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, op naar een volgende. En op naar een volgende oude Spider-Man-comic.